Deelnemers, start vrij. Voor de tweede van vandaag met daarin twee grote vrienden van de drachtbaan hier op Alkmaar. Twee paradepaarden. Het regerend paradepaard Common Scott, ex-paradepaard Silver Sycamore. Ze maken de dienst uit in de wedmarkt samen met de verrassende nieuwe aanwinst voor Alkmaar. Benjamin Mirage, die nog altijd ongeslagen is in het drafjaar 2014. Maar kijk, daar gaat Benjamin op volle galop naar de auto toe. Het voorwerk niet te hanteren, maar over het algemeen is dit het moment waarop hij... alles begrijpt wat hij moet doen. Nog 100 meter. 50 meter. En de start is gevallen. De paarden zijn onderweg. Galoppades, waardoor Jewel Kingsdiep gemakkelijk naar de leiding kan. Paard dat dus verschrikkelijk goed schijnt te werken thuis. En die neemt het veld op sleeptouw. Galoppades dus voor Common Scott. En dat is eigenlijk net als vorige keer. Daarmee is één van de favorieten op achterstand geraakt. En krijgt John Becker een geweldige koers op maat achter Silver Sycamore. En vooraan wil John Bestebrink de kop wel graag afgeven. En wordt de oplossing geboden door Ruud Pols. Hij drukt door aan de buitenkant met zijn nummer 5 Armbro Gold. Hoewel, van doordruk is geen sprake. Mag wel, maar Armbro Gold die zet niet door. En zodoende hebben we een tweestrijd om de kop die niet echt een tweestrijd is, want echt gas wordt er niet gegeven. Dus aan de binnenzijde Jewel Kingsdiep. Aan de buitenzijde Armbro Gold met grote stappen. Daarachter Silver Sycamore, die moet nu waken voor het vervelende dode spoor. En achter Silver Sycamore hebben we dan aan de binnenzijde zuinig gereden paard nummer 3 Bingo. Paarden komen in de rechte lijn voor de tribune met Armbro Gold aan de kop. Krijgt een aanval met nog twee rondes te gaan van Silver Sycamore. Maar Ruud Pols weet, als ik zo makkelijk aan kop ben gekomen met dit sterke paard, dan krijgt zelfs Silver Sycamore de leiding niet. Maar kan er nooit gerust op zijn, want Silver Sycamore wordt inmiddels wel ingeparkeerd op de rug van de koploper. Paarden gaan door de bocht op weg naar de overzijde van de baan. In de bocht had Jewel Kingsdiep een moeilijk moment en dat kost hem een paar meter. En vanuit het achterveld komen paarden naar voren, zoals onder andere Common Scott, paard dat in de beginfase een flinke galoppade maakte. Hef op de linkerbocht en het is aan kop van het veld nog altijd die Armbro Gold. Buitenzijde dan paard nummer 1 Common Scott. Daarachter John Becker krijgt hem echt op maat hoor, paard nummer 8 Silver Sycamore. Silver Sycamore wordt gevolgd door Benjamin Mirage, ook John de Leeuw heeft het kruid nog helemaal droog. Jewel Kingsdiep aan de binnenkant krijgt het nu toch wat moeilijker en aan de buitenzijde meldt zich dan Bjorn Baldwin. Ook als een gigant van een outsider en achter Bjorn Baldwin dan de hele rest. En de hele rest bestaan dan uit Angie Meadow die laatste ligt en vlak daarvoor nog Bingo. Paarden gaan door de bocht op weg naar de overzijde van de baan met dezelfde koploper Armbro Gold. Maar nu een ander op zijn rug en dat is paard nummer 1 Common Scott. Die loopt een geweldige koers. Derde daarachter is Silver Sycamore en nu komt John de Leeuw in de aanval met zijn nummer 6 Benjamin Mirage. Paarden gaan af op de laatste bocht en vanuit de start van het veld komt ook Angie Meadow naar voren. En die probeert naar de viertal aan kop toe te lopen. Maar aan de kop is het nog altijd Ruud Pols Armbro Gold. Maar de reactie komt van helemaal aan de buitenzijde. John de Leeuw met Benjamin Mirage, maar ook John Becker gaat mee met Silver Sycamore. En dat is dan de situatie. Vanuit het pak is eigenlijk Bingo de beste finisher in het derde spoor. Drie paarden komen op één lijn in de laatste rechte lijn. Waarbij aan de binnenzijde Armbro Gold verslagen lijkt. Tenzij Ruud Pols nog wat vindt. Doet hij ook, komt terug naar de tweede plaats. Maar John de Leeuw vliegt er overheen en het is 3-3. Het is de 6 voor de 5 en de 8 en dan de 3 voor de 2 voorlopig.